Ik heb pas 5 stemmen. En ik zou er graag veel meer willen hebben. Jij kan ook heel goed uitpakken, dat weet ik. Maxie, ga ze uitpakken. Zou ik ze helpen? Oh, nou, hij heeft het. De intro van deze week is van Lotte. Voordat we deze video lekker gaan beginnen, hoe ik mijn beestjes verwijn, heb ik nog even een vraagje voor jullie. Want Pim die heeft mij opgegeven. Pim is ook een Pim de hardloper. Is ook een vroeger fan van mij ding. En die heeft mij opgegeven bij unieksporten.nl. Dus www.unieksporten.nl. En dan kan je op mij stemmen. Het staat in de beschrijving. En dan kan je me stemmen. En ik heb pas... Houd even je mondje dicht. Ik heb pas 5 stemmen. En ik zou er graag veel meer willen hebben. En dan kan je nu en dan kan je sporter van het jaar worden. Uniek sporter van het jaar. En dat is dan zeg maar voor mensen die sporten zeg maar, met een handicap. Dus ik zou het ontzettend leuk vinden. Volgens mij is die ergens omhoog. Op het aanrecht. Ik ga even... Wacht maar. Ja, oké. Ik zou het echt ontzettend leuk vinden als jullie op me zouden stemmen. En ontzettend bedankt, Pim. Joehoe! Wat moet jij nou? Hij ligt hier in de waspak. Ga filmen, ga filmen. Ja, hij is aan het filmen. Nou jongens, ik heb hem gewoon vanaf de bank thuis. Even afspoelen, even afspoelen. Maar... En even afdrogen. Oh my god. Ja, jullie gaan nu even een filmpje zien. Toen mijn moeder en ik even gingen editen. Alleen mij zien niet, want ik was even mijn huiswerk aan het maken. Maar in ieder geval, we waren dus aan het editen voor dierendag, wat we zeg maar voor ze hadden gekocht. En ja, toen gingen de honden helemaal blij zijn. Dus ja, dat zien jullie nu. En daarna zien jullie, ja, toen we het aan ze gaven. Dus joe. Maar ik heb dit ook al gevonden. Misschien voor Loek, want Loek sloopt heel snel. Wat was het? Nee, het is niet de kat die piept. Dit is wel leuk, want ik weet niet of dat Luca dit snel kapot gaat krijgen. Ja, jongens, we hebben dit voor Max. Ja. En dit voor Luca. Oh. Moet kijken, ik krijg wat ik hier was. Zo. Ja, dit was zenuwachtig, hoorde ze. En dit is toch maar de vlog voor hun die we klaarmaken. Jullie krijgen het morgen echt. Kijk, alles qua speeltjes dat hier in deze winkel liggen, hebben we al gehad. Leuk, hè? Zullen we nog één keer piepen, jongens? Ja, nog één keer piepen. Kijk, dat kopje nou weer. Er komt er nog één, hè? Maar ik heb dit ook al gevonden. Misschien voor Loek. Let op. Duur steeds. Helemaal zenuwachtig. Ze moeten het weten, ze krijgen het voor. Hoi normaal, leuk jullie kijken nu weer een nieuwe vlog. Ik ben Rina, ik ben 12 jaar oud en ik ben blind. En ja, ik ben echt net wakker. En het is vandaag dierendag. Dus we gaan lekker een feestje bouwen. En we beginnen even met deze kleine makker, want hij is 5. En hij heet Pluis, hij is de kleinste, maar hij heeft het grootste cadeau gekregen. Nou, dat pak ik dan maar voor je uit, zeg. Zo. Loep! Kijk, dit is voor Pluis. Pluis, kijk. Hartstikke mooi, hoor. Zal ik je helpen dat we er één in de kooi leggen? Dan kan hij gelijk beginnen. Oh, nee. Want er zit heel veel los in. Het zit dan gelijk. Ligt dat dan op de grond? Even kijken, hoor. Crackers, maar waar maken we... Oh, hier maken we hem open. Ja, ik vind dit ervan. Luister eens. Ja, kom maar. Dat betekent dat hij het lekker vindt. Ik loop met je mee, dan kan jij hem nog geven. Jump. Je zou er eentje uithalen. Oh, kijk eens, pluizenmuis. Leg maar neer voor zijn neus. Er staan hier nog 2 ongeduldige beesten. Ja, maar we doen nu afgerond dan. Dat was eindelijk. Oh, poes. Ho, ho. Pius, pius, niet doen. Zo, wie wil er een cadeautje? Max, pak uit. Dat kan jij. Nee, Luca. Jij kan ook heel goed uitpakken, dat weet ik. Maxie, ga ze uitpakken. Zou ik ze helpen?
Oh, nou, hij heeft het nu al in de gaten. Dat waren ook bijna mijn vingers. Ik weet niet wat papier erop. Max, je kan het uitpakken, hè, vriend. Even kijken hoe Luca het uit. Ja, die is aan het uitpakken. We zijn alleen wel bang. Goed zo, Maxi. Dat die van Luca heel snel kapot is. Ja, bijna. Ja hoor. Dat is je cadeautje. Ja. Nou, Luke is nog aan het zoeken in de papiertjes. Zie je varkentje niet leuk? Ja. Waar is de papier? Onder de tafel. Nou, Max is echt heel blij. Jeetje, jullie, wat een feest. Ik ben blij dat ik vandaag buiten de deur werk, jongens. En dan hebben we nog iemand die wat krijgt, hè? Ja, die wordt nu wel Sky! Mag ik dit vorkje dan? Ja. En het schoteltje? Dat staat hier. Sky, kom maar. Als je een blikje openmaakt, komt hij vanzelf. Hij komt zo aanlopen, maar hij heeft het nog niet door. Hou op. Zal ik het even doen? Nee. Nee. Nee, dat werkt niet zo. Nee, kijk uit. Kijk uit dat je niet in je neus prikt. Ja, oma, anders maak je kapot. Ja. Ah, ja hoor, daar is hij. Hij ging naar de wc, maar hij is toch weer teruggekomen. Sky, kijk eens, wat is dat? Ga maar kijken, Sky. Schrijf dat schoteltje maar wat verder op je dienblad in de hoek. Ga maar eens kijken. Hij vindt het raar. Hij wil het op zijn eigen plek. Nee, want ik ben bang dat mijn schoteltje valt. Kom maar. Ik neem hem mee. Kom. Zet maar hier op de grond. Sky! Hey, Loek! Potverdorie! Kom maar. Zet het nu maar hier neer. Nu heeft het in de gaten. Zo, kom. Kom maar, Sky, kom. Lekker met je vieze snoep. Je mag gewoon op tafel zitten vandaag. Je bent een soort van jarig. Hè, heb het door. Max, wat heb je dan? Mooi. Oh, heel je bed maakt er een puinhoop van. Waar is hij nou? Heb je nou je... Oh, daar is hij weer. Nou, Marie moet zo straks weer bij zijn bed kijken. Hij staat echt aan het spelen. Ja? Ja, die zit ook lekker te samen. Was het ding? Ja. Beter. Oh. Ik ben blij dat ik niet thuis hoef te werken, jongens. Kijk uit, Marie, want hij is echt druk. Wat doe je allemaal? Nou, hè. Hij is er nog niet kapot. Dat is weer opnieuw. Leuk begin van de dag. Ja, zeker. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer allemaal op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog of omlaag. Wat je zelf leuk vindt. En jullie nou nog meer filmpjes zien. Die zijn hier. En als je die nog niet hebt gekeken, moet je dat even zien. En ik zeg, joehoe!